Nootjes, nootjes, bier. Dames en heren, de handjes op elkaar voor de ventilator des vaderlands, Marie de Hond. We beginnen eigenlijk normaal altijd met het nieuws van de dag, maar het nieuws van de week, van de afgelopen maanden, zit eigenlijk bij ons aan de bar. Ja. Jij wel... hebt al een biertje? Wat wil je drinken, Marie? Een groene ijster. Ik liefde. had het al verwacht, want dat had ik vanmiddag aan je gevraagd. Nee, ja, ik drink geen bier. Nee, helemaal geen alcohol? Nee, ik lust het gewoon niet. Nooit, nooit. Uh... Nou, af en toe slok je helemaal in het begin. En elke keer dacht ik, oh uh, wat wow, vies. En dan ja. ging ik gewoon dat doen wat ik wel lekker vond. De actualiteit uh, van deze week. Ja, de nieuwe maatregelen. Hoe heb je die bekeken? Ik was wel redelijk geschokt door de, wat ze nu gedaan hebben. Kijk, je moet bedenken. Er zijn inderdaad stijgingen. Uh, van het aantal mensen die uh, positief testen. En dus ook ten dele besmet zijn. En er zijn ook meer ziekenhuisopnames en, uh, en zo. Maar als je het kijkt vergeleken met maart, dan zinkt het echt volledig in het niet. Terwijl ze aan het pretenderen zijn alsof we bijna drie dagen voor 15 maart zijn. En alsof uh, volgende week de IC's weer helemaal vol liggen enzovoorts. En daarmee. Is ontzettend veel angst gecreëerd. Ik bedoel, zonder, als ze geen enkele maatregel hadden aangekondigd, dan had nog ieder, heel veel mensen bibberend thuis blijven zitten. En als je dan wel maatregelen gaat aankondigen, dan moet je wel nadenken: wat kan ik met die maatregelen over drie, vier weken doen? Nou, de maatregelen die ze nu hebben aangekondigd, die kunnen ze niet over drie of vier of vijf of zes weken weer terughalen. Want oké, okay, nu zijn er 3000 positieve testen. Nou, ze hadden 2000 woorden over vier weken. Wat moeten ze dan doen? Gaan ze zeggen, nou kroegen nu om 11 uur of om 12 uur? Nee. Dus wat ze volgens mij hadden moeten doen, en dat had ik ook al eerder beschreven, trouwens dat had ik ook al in het voorjaar beschreven. Ze hadden moeten beginnen met te zeggen van, oké, okay, we beginnen met mondkapjes in de openbare ruimte. Dat lijkt uh, te werken. Misschien werkt het niet, maar veel wijst erop dat het positief werkt. Het heeft ook nadelen, maar vooral positief werkt. Daarnaast hadden ze ontzettend bam moeten drukken. Ventilatie, ventilatie. Wat nu in Duitsland gebeurt. Hè? Merkel heeft dat gewoon net zo hoog gezet als anderhalve meter. En handen wassen, zegt ze nu ook ventilatie. Dat is echt de laatste twee weken. Nou, als ze dat hadden gedaan, dan hadden ze daarna kunnen kijken hoe had dat dan gelopen. En als dat dan gestabiliseerd of naar beneden was geweest, dan zou je daarmee door kunnen gaan. En de rest hetzelfde houden. En als dat niet had gewerkt, dan had je je kunnen bijschalen. Wat ze nu gedaan hebben. Ze hebben eigenlijk een groot deel al gedaan. En ineens nog in een soort chaos ook nog mondkapjes. Omdat het RVM heel lang tegen is en eigenlijk tot op het eind. Maar uit politiek gezien moesten ze uiteindelijk wel. En nu heb je eigenlijk een combinatie van maatregelen waarbij je ook niet eens weet welke werkt nou wel en welke werkt nou niet. En ik ben bang dat we uh, tot uh, aan het eind van de winter of zelfs in de, tot aan de lente in deze situatie blijven. Want wat de belangrijkste factor is geweest in het voorjaar was. Het betere weer zorgde in heel West-Europa, ook in New York, tot een naar beneden gaan van, uh, van het aantal uh, besmetten. Uh, daar hebben maatregelen zeker ook bij, toe bijgedragen. Maar in Zweden zie je, daar is het ook naar beneden gegaan, maar iets langzamer. Uh, en het, het, het najaar en zeker ook de herfst, uh, de winter, zullen zorgen dat het virus zich, zoals ook met griep gebeurt, dan weer sneller kan verspreiden. Dus je krijgt volgens mij, uh, behalve als het virus wereldwijd ineens verdwijnt, maar ik zie geen reden waarom dat nou op korte termijn zou gebeuren, zitten we gewoon een paar maanden lang aan deze uh, uh, acties en uh, deze ingrepen uh, vast. Terwijl als je kwantitatief kijkt wat de situatie is, ja, dan is het heel overzichtelijk. Als we nu kijken bijvoorbeeld het aantal mensen wat per dag overlijdt aan, nou ja, uh, aan of met corona, nou dan is het momenteel rond de 13-14, waarvan driekwart kwart uit zorginstellingen komt. Waarvan vrijwel niemand onder de 70 jaar komt. Dus, en per dag overlijden, nou uit mijn hoofd, ruim 400 mensen. En dan van die 400 mensen die overlijden, zijn er dan drie, vier, vijf. waarvan je zegt, nou ja, dat hangt er maar hiermee samen. En dan is gewoon de vraag: ga je al die dingen die je doet. ten aanzien van de samenleving, economie, maar ook volksgezondheid. blijf je dat gewoon doen? Ja, Ten behoeve van wat precies? In de persconferentie van Rutte en de Jonge zei de Jonge op een hele bijna dreigende toon dat één op iedere 170 mensen die je nu tegenkomt, kan besmet zijn. En toen dacht ik: Ja, maar dat is toch helemaal niet veel? Want ik kom hier vandaag vijf mensen in totaal tegen. Uh, en die andere 165 die ik misschien op straat tegen zou komen, die kom ik op straat tegen. Daar praat ik niet mee, daar zit ik niet mee op korte afstand. Daar, uh, het, 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 het klonk onnodig dreigend. Het klonk alsof je eigenlijk andere mensen verdacht moet gaan vinden die je tegenkomt. Terwijl de meest, Je komt geen 170 mensen tegen op een dag onder de huidige omstandigheden, meestal. Maar heb jij nergens gevoel Bart, maar ook, ook voor jou, Maurice, dat um, zo'n regels in horeca. Nou, eerst moesten ze om 12 uur de licht aan om 1 uur dicht. Nu is het om 9 uur licht aan en om 10 uur dicht. Dat dat meer een beetje is om uh, die druk erop te voeren bij mensen. Van, jongens, pas op, dit en dat. En nee, die horeca, dat is toch wel een beetje. Ja, het, het middelpunt van Nederland, de olie, uh, het smeermiddel van de maatschappij, waar iedereen komt. En dat voelen mensen. En dat ze dan misschien bewuster worden of angstiger worden? De ziekenhuizen stromen vol, wordt er toch gezegd? Nou, als je dan getalsmatig naar de ziekenhuizen stromen vol kijkt, per dag, nou, 50 tot 60 nieuwe opnames in ziekenhuizen. Gaan ook weer uit. Maar oké, okay, hoeveel ziekenhuizen zijn waar die mensen komen? Nou, gemiddeld 50, 60. Dus ongeveer praten we gemiddeld één per dag per ziekenhuis. Nou, ook dat is niet nul, maar ziekenhuizen stromen vol. Is een soort beeld. En ik denk dat de overheid denkt dat we de beste manier om de mensen in het gereel te houden is om ze maar zo bang mogelijk te maken. En ik denk dat dat uh, contraproductief werkt. Want dat is niet goed voor de gezondheid van mensen. En het heeft ook allerlei averechtse effecten in de rest van de maatschappij. Er zijn mensen die zeggen dat corona niet bestaat, of dat het zelfs verzonnen zou zijn. Uh, of dat er uh, nou ja, uh, Bill Gates, 5G-vaccins, je kent uh, waarschijnlijk alle dingen. Maar ja, is alle... dat een soort overcompensatie? Of is dat een reflex van mensen inschieten als ze bang worden? Of is het een overcompensatie om zich uh, van die angst te proberen te vervreemden? Als je gewoon kijkt, ik bedoel, ik heb veel wetenschappelijke studies uit het buitenland uh, bekeken, al vanaf het begin. En. En ook bijvoorbeeld Japanse professoren met over aerosolen. Ik bedoel, filmpjes en zo. Dat heb ik niet zelf verzonnen, maar dat, dat zie je in de literatuur. En ook ten aanzien van griep. Nou, als je dan vervolgens ziet hoe, niet zozeer in maart, maar in april. hoe vervolgens de wetenschappers, de deskundigen op tv opereren. en, en eigenlijk met de feiten geconfronteerd en kijkt. dan denk je: het kan toch niet waar zijn wat hij nu beweert. He, op basis van eigen ervaring of op basis van andere studies. En dan komt het volgende. Dan denken ze. Ja, maar dat zijn hele knappe koppen. Als die nu iets zeggen wat eigenlijk zo dom is. Dat kan niet, want het zijn knappe koppen. Dus er moet een bedoeling achter zitten. Mm. Dus een deel van het complotdenken. is eigenlijk dat ze niet. Begrijpen of inzien, die mensen, dat het, wat, wat die mensen doen niet een kwestie is van ze zijn zo slim en intelligent en daar nu met een complot bezig. Nee, er zijn gewoon andere redenen waarom zij niet um, anders kunnen zien en niet anders kunnen redeneren. Ik moet zeggen dat bij Van Dissel heb je het gevoel dat zelfs als hij van mening verandert, dan of een beetje veranderd. Dan presenteert hij het alsof het een standpunt was wat hij altijd had. Maar wat ja. een nuance anders wordt geformuleerd. Mooi is afgelopen dinsdag. En ook daar is het opvallend dat bijna geen media het hebben opgepikt. Behalve de journalist van de Telegraaf die aanwezig was. Want wat gebeurde er? Hij geeft uh, wekelijks een presentatie. Uh, en bij die presentatie liet hij zien, uh, zijn standaard begin is: wat moet je doen om het virus te bestrijden? Nou, daar staat uh, uh, handen, hassen, handen wassen, handen wassen. Mm. Volgens mij vindt Rutte dat fantastisch om steeds maar te roepen: je handen stuk wassen. Hij yeah. heeft er iets uh, sadistisch bij en bij. <laughs> maar oké, okay, en hij zegt, anderhalve meter staat er. En ineens stond er, voor de eerste keer, adequate ventilatie. Ja, daar oh, hebben we een plaatje ja. van, als het goed is. Ja, het is ertussen gevormd. Want maandag was uh, Rutte en uh, De Jongen. Nou, die zeiden in, aanvankelijk helemaal niets over ventilatie. En toen ze een vraag kregen. Die goede in infographic was. Goeie infographic, jongens. Die cirkel ja. eromheen. Ja, ja, nee, weet, je, weet je wie dat uh, gedaan had? Een journaliste die dat ah. schreef. Ja, dat is uh, Inge Lengton uh, ja, van, de, van Maar die schreef ja. ook nog dat ze hem daarna had gesproken. en vroeg: waarom staat het dat nou in? En dan staat er, schrijft ze, of ik heb nog contact met haar gehad. dat hij zei: ja, dat heb ik bewust gedaan. want de Kamerleden moeten daar de kabinet op aanspreken. want het is zo belangrijk belangrijk. Ik had half juni voorgesteld Deltaplan ventilatie, ja. Ja. want het geldt niet alleen voor scholen, maar het geldt voor alle binnenruimtes. Dat je bijvoorbeeld moet kijken of binnenruimtes coronaproof zijn en daar dat is ventilatie belangrijk, maar de winter is het ook luchtreinigers is belangrijk. Maar ik heb het rapport gelezen en de toelichting die gegeven is en dan draait toch weer je maag om. Ja? Want wat staat er dan? Er staat in um, het is niet aangetoond dat aerosolen iets te maken hebben met. Of, eh, dus ventilatie, iets te maken heeft met de verspreiding van het virus. Dat staat er gewoon letterlijk. Maar ja, ventilatie is altijd goed. En, en we hebben een bouwbesluit. En we willen vaststellen of iedereen voldoet aan de wettelijke voorschriften van het bouwbesluit. Maar dat is ongeveer iets wat ze ook in 2019 of 2018 hadden kunnen doen. Maar je bedoelt te zeggen eigenlijk dat men nu een omweg. Uh, met een omweg die maatregel gaat uh, verantwoorden. Uh, zeggen, en dan wel probeert te blijven zeggen. Ja, maar we denken nog steeds niet dat het te maken heeft. Dat staat letterlijk in die brief. Ja, terwijl dat is, dat is toch heel gek? Want... Ja, terwijl, terwijl, terwijl de, de bondsregering uh, drie weken geleden een brief heeft gestuurd, uh, naar alle belangrijke instanties, ook werkgevers, die zei Rzolden zijn heel belangrijk. De bestrijdingsmanier is via ventilatie en luchtreiniging. Uh, en hier. Ik ben blij dat het onderwerp er eindelijk is. Maar het werd wel weer gepresenteerd, met jongens? Nu moeten we daar vooral aandacht op hebben. Nee, het was: nou, het bouwbesluit vraagt dit van jou als school. En we moeten nu checken of jij voldoet aan, aan de wettelijke voorwaarden van 2012. Ja, maar dat is natuurlijk Nederland in de notendop. Want als er, iets, als er ergens een gebouw instort of een brug inzakt, dan gaan we achteraf kijken wat er in, in de aanloop naar dat moment allemaal is misgegaan. Wat volgens de instructies en in de bureaucratie ja. allemaal preventabel was geweest. Als je zegt van, nou ja, die lucht, dat, dat die luchtventilatie niet, eh, die, niet zorgt voor verspreiding. Of het is hè, dat, dan zou je eigenlijk zeggen, ja, weet je, dan zou het gewoon eigenlijk helemaal niet door de lucht verspreiden, dan zou het gewoon naar beneden vallen. Als jij hoest praat, niest, dan komen er druppels naar buiten en die druppels hebben een grootte van, laat ik zeggen, de doorsnede van een haar en, en zo klein, ja, een duizendste daarvan. Nou, uh, de grotere druppels, die gewoon via de natuurkunde, die vallen gewoon op de grond binnen, hè. die gaan ze ook bom. Die, dat is natuurkunde. Maar de hele kleintjes die uh, kunnen heel lang blijven zweven. En nou lijkt het te zijn dat uh, als de luchtvochtigheid laag is, dan blijven die dingen heel lang in de lucht hangen. Als de luchtvochtigheid hoog is, dan hecht dat water uh, hecht zich blijkbaar aan dat virus of andersom. Ik weet ook niet hoe het gaat. En dan gaat dat ook uit de lucht. Nou, wat is nou het interessante? Op die aerosolen, zoals die kleine druppeltjes heten, daar. Kan het virus inzitten of aanzitten? Zo klein is het. Of het virus is het zelf. En als jij in een ruimte verkeert waar die veel in de lucht zijn... en je ademt in, en dan niet één keer, maar, meer, maar een tijd... Dat komt rechtstreeks je longen in, en dat is de plek waar dat virus uh, uh, ja, zich... zich, ja, ja in, makkelijkste infreet. en je maar daar dan ook het ergste ziek van kan worden. Volgens deze theorie zou het nu uh, is een warme droge zomer is, is het buiten ook niet veilig omdat daar dus, dus die aerosolen langer in de lucht hangen en als je nu naar buiten loopt waar het lekker miezert en herfstig weer is, dan is het eigenlijk veiliger dan nu hier binnen. Buiten is sowieso veiliger, want ook als je in de buitenlucht de aerosolen verspreidt, dan vervliegen ze. Want dat is ook de, het, het voordeel van ventilatie. Als je dus ventilatie in een ruimte hebt, dan verfrist de ruimte zijn lucht. Uh, bijvoorbeeld het heet ventilatiefout, maar dan V-O-U-D. <laughs> Hoeveel maal per uur ververs je, ververs je de hele ruimte? Nou, en dat lijkt ongeveer negen keer per uur te moeten zijn... Minimaal. Maar dat betekent dat de, als er aerosolen in die ruimte zitten, dan vervliegt dat. En dan zijn het als het ware te weinig om zoveel in te ademen dat je ziek wordt. Buiten vervliegt het per definitie. Waarom ben jij op dit onderwerp gestruikeld? Of hoe ben je erin.? Waarom ging jij je zo verdiepen in corona en de effecten? En de, nou ja, omdat ja, het iedereen bezig hield natuurlijk. Maar waarom ging jij er specifiek mee? Nou, ik heb een soort natuurlijke nieuwsgierigheid. En ik volg op Twitter, mensen die met interessante informatie uit de hele wereld. En dat betekende dat ik rond ja, de derde week van januari... al vernam wat dat er wat bijzonders in Wuhan was. En in 2009 hadden we de Mexicaanse griep. Dat was in maart, ontstond dat. En omdat ik een wekelijks een peiling doe... dacht ik, nou, het kan op een gegeven moment naar Nederland komen... laat ik dan nu nul metingen doen. Dus mijn eerste meting over corona heb ik op 31 januari gedaan... <laughs> Al. Okay. Nou, vanaf dat moment ben ik het gewoon gaan volgen als geïnteresseerde. En wat mij meteen opviel: ik ben sociaal geograaf. Ik zag een soort geografisch patroon. Wat me opviel was: het is eigenlijk in een zone met. Het gematigd klimaat, Wuhan was in januari ja, niet vries, maar wel tussen 5 en 15 graden of zo. Maar overal waar het, waar het uitbrak was de temperatuur ongeveer hetzelfde. En wat ook interessant was, als je naar Italië keek, was het noordelijk gedeelte van Italië brak het uit. Het zuidelijk gedeelte van Italië niet. Ja, nee, Lombardije daar. Ja. Nou, En toen kwam er rond ja, 8 maart... Een grote studie uit van een aantal. En die hadden datzelfde waargenomen en veel dieper geanalyseerd. En die zeiden ja: wat het nou het patroon is. Eh, als je kijkt, de temperatuur tussen 4 en 11 graden Celsius. En de luchtvochtigheid onder een bepaald niveau, 6 gram per kilogram, dus 6 gram water per kilogram lucht. En. Ja, mijn nieuwsgierigheid. Ja, god, hoe kan dat nou? Dus klimaat, 6 gram per kilogram. Waar vind ik dat in terug? En toen kwam ik studies tegen dat ook bij uitbraken van griep die grenzen ontzettend belangrijk zijn. Nou, toen kwam ik nog een stap verder. Want dan ga je denken, ja, waar, waar hangt dat dan mee samen? Nou, als het zo zou zijn geweest, dat was wat ik had. Dat mensen besmet raken door het contact van een druppel die je krijgt. Waarom zou het, wat zou het weer daar dan invloed op hebben? We zijn nu een half uurtje bezig. En het duizelt mij al met uh, uh, cijfertjes die je noemt. Met. Ik heb dit gelezen en ik heb dat gelezen. En ik probeer ook veel te lezen. En ik probeer me te laten informeren. Maar op, ik hoor vijf mensen roepen. Mondkapjes hebben geen effect. Ik hoor vijf mensen zeggen. Ze hebben wel een beetje effect. Ik hoor cijfertjes van die. Die worden de volgende weer ontkracht. Hoezo heb jij. Heb jij zo, weet jij zo goed, zeg maar? Ga ik ervan uit, of denk je dat je dat weet, dat alles wat jij leest klopt? Als je het even terugwerkend kijkt, ik heb. Uh... Heb je gelijk gekregen? Nee, maar ik, ja. wat ik gedaan heb, ik, ik heb even op een rijtje gezet welke zes, zeven belangrijke dingen ik tussen eind maart en begin mei heb gezegd. Mm -hmm. En dat heet checklist op mijn mm -hmm. website. En vervolgens heb ik laten zien hoe al die dingen die ik toen gezegd had, later ook bevestigd zijn. En ik heb het niet gezegd omdat ik uh, dacht, nou, geweld, dat ga ik even verzinnen. Nee, ik heb studies gelezen die, als ik ze bekeek... En de er zijn studies die dit beweren en dat. Hè? Ja, ja, dat bedoel bij, ik. Bijna bij alles kan je dat vinden. Maar het gaat erom of die studies die je vindt consistent zijn met een totaal patroon. Nou, en ik had een totaal patroon uh, uiteindelijk uit al die studies opgemaakt. En die heb ik ook steeds beschreven in mijn blogs. En... Dus kwam ik, de bevindingen die ik tegenkwam, en de studies die ik tegenkwam, als die in dat totale model paste, dan dacht ik, ja, dat is de verklaring. En wat ik nu zeg is: uh, op dat moment heb ik het logisch proberen te, te onderbouwen. Maar ja, mensen kunnen zeggen, ja, dat geloof ik niet. Alleen wat ik zeg, ik heb. Uh, bijvoorbeeld heel vroeg al gezegd, buiten veel minder kans op besmet te worden. Voorwerpen, bijna geen kans op besmet te worden. Bedenken, hè, ten aanzien van voorwerpen. Als voorwerpen echt de manier is om mede om besmet te worden. Bij mensen thuis, hè, als jij een patiënt in je huis hebt... dan gemiddeld wereldwijd zo'n 15 tot 25 procent van de huisgenoten worden besmet. Wat is de plek waar de meeste virus aan voorwerpen zou zitten? Ja, in het begin werd gezegd dat het tot drie weken lang op een complex ja, blikje kon blijven leven ofzo. Nee, niet le le het leeft sowieso niet, virus. Ja. Um, dus je kan het nog aantreffen na drie weken, maar dat is niet het punt. Je, als, je, bedoel, als je hier met een microscoop gaat kijken, moet je kijken wat je daar aantreft. Het enige is, kan het daarna nog zich ver vermeerderen? En dat kan het niet meer. En dat is inmiddels aangetoond, dat kan het eigenlijk meteen al niet meer. Dat is alleen maar geluk. leest Jaap van Disselen niet dezelfde uh, onderzoeken, et cetera? Nou, er zijn twee opmerkingen over te plaatsen. In de eerste plaats, ik heb met sommige mensen bij het RVM gesproken... en daar kwam ik weer een nieuwe studie tegen. Hoe kwam ik die nieuwe studie tegen? Omdat ik steeds meer mensen die mijn website hadden gelezen... kwamen waar dan ook in de wereld een studie tegen. En een uur later heb ik die studie al gezien. En ik sprak wel eens met mensen van het RVM en zei, goh, wat is een interessante studie, twee weken oud. Die hadden ze niet gezien. Dus dat is één. Ik denk dat ze zoveel aan het doen zijn dat ze niet alle studies echt uh, de tijd hebben om te zien. Tweede plaats, wat ook het probleem is: de WHO en alle lokale RVM's, ja, die vormen een soort eenheid. Hebben ook bijna, hebben wekelijks overleg. En er is een soort uh, gezamenlijk standpunt waar ze allemaal min of meer in blijven. Ik, was dinsdag, ik ben altijd dinsdag in de Tweede Kamer. Ik sprak Geert Wilders dus even. Nou, heb je een vraag voor. Uh, voor Maurice. Zijn vraag is heel kort, zijn inleiding is wat langer. Dames en heren, instartje 1 alsjeblieft. Ik denk dat hij een pionier is op het terrein van wat we net over hadden, die aerosolen. Hij is toch een van de eerste geweest die dat aan de orde heeft gesteld. Hij, is, um, hij heeft inmiddels een wetenschappelijke bladen gepubliceerd um, in de Kamer, maar ook daarbuiten heel veel. Hij heeft het in ieder geval voor wat betreft die besmettingen gewoon aan het rechte eind. En um, ja, hij krijgt toch niet, de, vind ik althans, de eer en de krediet die hij verdient. Niet alleen hij persoonlijk, maar ook het belangrijke thema van die aerosolen. Mijn vraag is eigenlijk van, um, hou het alsjeblieft vol, want uh, we hebben hem nodig. In het begin, ik ben, ik ben wetenschapper, ik hou ontzettend van logica. Ik hou ook erg veel van een intelligent debat, in de zin van mensen mogen best andere standpunten hebben, als het ook goed gebaseerd is, hè? niet uh, volledig uit de lucht gegrepen. Alleen wat ik merkte toen ik eenmaal ja dat het geluid had, ik zat bij Weltsmerz en het filmpje werd 550.000 keer bekeken. Ja, maar waar je voor die twee klapramen zit. Uh... Ja, nee, dat, dat was de andere eerst, maar meerdere, ja. ja maar wat... nou, dat was een van de eerste keren dat ik uh, dat hele ventilatieverhaal en zo. Mm het -hmm. klonk mij. Uh, niet om jou je vier in de reet te steken. Maar dat klonk me heel logisch op dat moment. Ik denk, ja, als je goed doorlucht, dan waait rotzooi, baait uit de lucht. Als je, ik ben astmatisch. En uh, als ik een raam openzet en een, een stoffige kamer lucht wat door, dan heb ik minder last van. Dat is het heel logische gevoel. Ja, maar, maar, wat, maar, maar wat het nou interessant was, dus ik schreef gewoon op en ik vind het leuk om wat ik gevonden heb op te schrijven. En ik ja. Het steeds meer mensen gingen dat lezen. Maar ik kreeg ontzettend veel mails van mensen die zeiden ja het klinkt logisch. En blij dat u. Een, 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 ja, de, de, de stem maar, van de reden maar, bent. Ja, maar, maar vervolgens heb je op uh, 30 mei heb je, uh, nog getwitterd dat Willem Engel, de bekende, inmiddels bekende, helaas bekende dansleraar Willem Engel. Dat hij ook eens een keer een uur bij. Volgens mij hebben we daar die tweet hebben we ook nog, dat hij ook een ja. keer een uur bij de NPO zou moeten zitten. Omdat mensen, dan wordt Nederland wakker en veel mensen minder bang. Maar die Willem Engel heeft zich inmiddels wel ontpopt als een. Nou ja, ik wil, hem, ik wil best het woord opruier gebruiken. Die man die stond van de week, stond, Dennis Schouten, die werkt voor voor Nieuws, onze, onze nieuwstitel. En hij was daar namens Pound, maar goed. Die stond op, de, op, de, op het plein voor de Tweede Kamer ja. en Willem Engel die ging hem staan knuffelen. Deze um, tweet had ik geplaatst nadat hij een interview had bij. Weltsmers. Van ruim een uur. Waarvan echt uh, deel, wat ik, deel wat ik afdekte. Daar had hij uh, in hoofdlijnen dezelfde dingen. En daarna dekte hij een aantal andere dingen af... waar ik gewoon hem gewoon heel goed onderbouwd vond. Dus op dat maar, moment vond ik dat hij... wat hij aan het zeggen was, vel, het platform maar was. Maar we zijn nu vier maanden verder. Hoe kijk je ja, nu tegen hem aan? Ja, maar ik zal uitleggen waarom ik daar... En niet dat ik hier... ik niet. Nee, nee, maar weet je waarom ik geen ik... uitspraak erover doe? Dat zal ik je uitleggen wat er gebeurt. Er zijn gewoon een aantal mensen die... Uh, me vanaf dag één... Uh, uh, proberen te pakken op wat dan ook. Die niet wat ik geschreven heb serieus nemen. Mm -hmm. Die in hun uh, en dat is voor een deel, laat ik zeggen, meer uh, trollenachtig. Die blijkbaar hun levensbevrediging uh, uh, ja, 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 is ja, de kennen. hele dag uh, uh, dat er zijn. Nou prima. Als ze daar plezier in hebben, wat een arm leven heb je dan? Ja. Ik heb van Twitter heel veel mensen waar ik veel die, ja, waar goed, ik informatie maar, ja. krijg en zo. Maar goed. Maar wat belangrijk is. Dat, dat mensen zijn die uh, eigenlijk helemaal niet serieus op mijn argumenten ingaan. Maar mij dan um, willen pakken ten aanzien van met wie ik al dan niet... Ja, maar, ik, maar, dat, maar, en maar wat, wat dat ik wil... dus zeg is, uh, er zijn dingen die Willem Engel nu doet waarvan ik denk, ja, hoe kan je het doen? Maar ik weiger omdat juist dat soort mensen tegen me zeggen van je moet afstand nemen. Ja, ik wil gewoon niet uh, Guilt bij association. Dat, nee, ik ben niet ik, bij association. Dat wilde ik net wel zeggen. Dat, die zin wilde ik nog afmaken. Dat ik niet hier uh, zit. Dat, je, dat ik wil dat je hier nu bij ons op de stream hem veroordeelt of afstand neemt. Of dat ik wil dat jij van hem afstand neemt. Dat maakt me niet uit. Ik vraag me gewoon meer af. Dat als jij. Uh, hebt, hebt, grotendeels vind ik best wel een goede, rationele uitleg. Als ik je blogs lees, dan lees ik. Een verhaal waarover nagedacht is, waar onderbouwing in zit, waar <tossimus> geen rabiate dingen gezegd worden. Je hebt het niet over Bill Gates en en, en nanochip vaccins en dat soort onzin. Maar je bent wel ook enigszins geassocieerd met iemand die wel in ja, maar over, ik ga, over dat randje zit. Ja. En ik, ja, maar dan je, ik is het ook ter... niet zo moeilijk om dan te zeggen van ja, god, misschien moet ik mezelf iets meer uh, uh, op afstand houden. van iemand nee, Maar wat of... is de afstand? Ik heb, ik heb het enige wat ik gedaan heb, is toen gezegd. van... Maar die tweet zou je nu dus niet meer plaatsen. Je zou nu niet op meer zeggen de, dat. De, die... op, de, op de dingen die hij toen gezegd had, zou ik die tweet wel geplaatst maar hebben. Maar nee. ja, daarna draag. heb ik ook nog één activiteit gedaan rondom uh, Ik bedoel, rondom te, ik bedoel, ik bedoel en daarna dus niet te zeggen heb ik. Zij... Me, nee, maar wacht even. Daarna heb ik me niet meer actief daarbij betrokken. En wat ik alleen niet ga doen, dat zeg ik ook, omdat met name die mensen die mij sowieso toch niet serieus nemen en me alleen vatten, via ja. associatie doen. Om die te zeggen nou sorry sorry ik neem afstand die en vervolgens vinden ze wel weer wat anders. Het RVM zegt dat ongeveer nu het aantal besmettelijke net de helft zijn van maart. Terwijl als je echt naar de cijfers kijkt en het goed analyseert, is het nu ongeveer een tiende van maart. Wordt meer getest dus er komen meer gevallen. Nee, er zijn allerlei dingen. Dan moet je op mijn website heb ik het helemaal uitgelegd. Dat is voer te ver. Maris.nl. Hmm? Maris 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 maar dat voert te ver. Weer. Maar met, met getallen wordt ontzettend uh, gehannest. Maar altijd weer op een dusdanige manier. Dat het veel angstiger wordt geschetst dan het is. Bijvoorbeeld vorige week werd er ineens geroepen 38 overlijdensgevallen. Mag ik even die nog afmaken. 38 overlijdensgevallen. Nou, en het journaal 38 overlijdens. Nou wist ik hoeveel mensen er in het ziekenhuis waren opgenomen. De kans dat er in één dag 38 mensen overleden. Ja, dat, dan is er een busongeluk geweest ergens. Nou, vervolgens. Ga je dan verder kijken? En wat doet nu eigenlijk het RIVM sinds het begin? Die maakt bekend hoeveel er bij hen gemeld zijn gisteren. Maar wanneer dat gebeurd is... Ja, ja. En toen bleek ja, ja. al dat 21 bleek, ja. van die 38, die ze kwamen uit april. Periode, ja. Dat de, vind ik ergelijk. Voor de record, jij, je denkt niet dat ze dat expres doen, toch? Ik heb voor een aantal cijfers, zoals met name die grafiek... Uh, waar nu zou blijken dat meer dan 50% onze besmetting is van maart... Daar heb ik al een paar keer uit laten zien wat ze daar fout doen bij die berekening. Nou, uh, en die berekening blijft maar gegeven worden. Dan denk ik, ja, ergens. Ik bedoel, ze zullen het toch ook wel een keer lezen. Dus als je het dan nog steeds doet, dan is het niet vanuit uh, onnozelheid. Ja, je kan altijd ja, ja. een fout maken. Het, uh... dus, en, en wat ik wel merk steeds, dat uh, men. Uh, blij is, maar nou moet ik misschien door het woord blij niet zeggen. maar met graagte de dingen vermeld die eigenlijk uh, uh, zwaar overdreven zijn. Dus bijvoorbeeld gezegd: Nou, dankzij onze acties. hebben we uh, 32.000 opnames op de IC voorkomen. Nou, echt totale onzin. En je bent dus voortdurend datgene aan het overdrijven. die angsten inhoudt enzovoorts. En dan op een gegeven moment denk ik: Ja. Er zit gewoon het gevoel bij als ik het maar zo zwaar mogelijk aanzet, dan gaan die mensen zich wel gedragen zoals ik wil. Is er überhaupt wel eens contact geweest van jou met een van Dissel of wat dan ook? Hebben ze nooit ook maar één bel? Ja, er is wel? één keer geweest. Eén keer is een initiatief geweest waarvan gezegd is. Um, er was wat druk blijkbaar vanuit de politiek dat het RVM met mij zou moeten praten. En er is een één uur overleg geweest via Zoom. met uh, drie mensen van het uh, RVM, namelijk professor Vos met twee S'en. Professor Vos met één S. <laughs> en ik zei: goh, je hebt de hond, je zet het met één, twee vossen tegenover. Een <laughs> <laughs> en, en Tieme. En ik had een stuk gemaakt <laughs> om uit te leggen van. Uh, van uh, wat, uh, waarom ik dacht dat aerosolen zo belangrijk waren. Ik vroeg: ge geef jullie nu een stuk, want het is gewoon echt niet, kon ik niet vinden. Wat is nou de harde onderbouwing van die anderhalve meter enzovoort? Nee. Ik zei: ik, ik wil dat graag. Hè. Nou, uh, nee, we, ze, we hebben over mijn stuk gesproken, maar het was toch een beetje langs elkaar heen praten. Had je gevoel dat het een beetje verplichting was van ze? Van, nou, laten we maar even een uurtje nou, met elkaar praten. Ik de heb de het daarna ontraan, verder. Nee. Of? Ja, ik bedoel, professor Vos heb ik een goed persoonlijk contact met hem. Hij is een ontzettend aardige man, André. Ja, aardige mensen kunnen graag met Ja, nee, maar het is ook, en ik probeer het ook altijd op het niveau te houden van. Het, je hebt een zakelijk verschil en persoonlijk. Ja, natuurlijk. Maar um, ja, over aerosolen en over ventilatie. Uh, ja, nog steeds als je hen hoort. Terwijl gewoon als je echt. En ik heb veel contacten ook met wetenschappers in Amerika. En gelukkig in Amerika wordt dat nu ook steeds meer erkend. En Duitsland helemaal. Ja. Er zouden spelen een veel ja. belangrijke rol dan die druppels. De laatste ronde, beste Maries, dat zijn de reaguurdersvragen. Uh, dus uh, uh, daar komen ze. Ben je er klaar voor? Ja hoor. Komt hij aan? De eerste is van Spritatom, waarvan ik nog steeds niet weet waar de klemtoon moet liggen. <laughs> -atom. Um, uh, hoe? Spritatom. Een Spritatom. Tuurlijk, wat dat is, weet ik ook niet. Maurice, hoe zit het met de ventilatie in bussen en trams? Het uh, grootste probleem is eigenlijk in metro's. Omdat daar uh, onder de grond. Onder de grond ja. En het minste mogelijk is. Maar de trein daar kan een raam ook niet meer open. Nee, maar trein, uh, je moet berekenen dat er wel behoorlijk veel ventilatiesystemen zijn. Plus dat je mondkapjes op doet. Dus okay. Ik ben zelf ook in het vliegtuig geweest en ik heb me daar helemaal niet uh, onveilig gevoeld. Ik weet wat daar gebeurt. Dat is 30 keer per uur wordt het ververst. En daar zitten ook HEPA-filters in. Ja, ja. Dus, en je mondkapjes. Dus ik voelde me niet uh, onveilig. Lieve mensen, dankjewel. Dit was Chips Nootjes Bier. Het was een heerlijke, wat serieuzere uitzending. Met Maurice de Hondras. Hij is er Dus weer. Op 17 maart tijdens de Tweede Kamerverkiezingen. Volgende week zijn we er weer. Om 9 uur ook van onze kroeg weer. En dan zit hier. Nou ja, laten we hem toch wel een beetje de Master of de Podcast noemen in Nederland. Hij won er al een keer een prijs voor. Journalist. Kaal en een geweldige stem. Volgende week hier om 9 uur bij Shifts Nootjes Bier. Rode Velo. Tot volgende week en vergeet niet te doneren!